Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Christa en ik maak video's over helende, bewuste intimiteit en seksualiteit. En in deze video wil ik weer een ervaring met je delen die ik had met een hele goede vriend van mij. En ik wil een oefening met je delen die wij samen hebben gedaan, die je ook heel makkelijk met jouw partner kan doen of met een goede mannelijke vriend. Wat er namelijk ontstond was dat ik met hem kon delen over mijn pijn in seksualiteit en mijn, ik denk de pijn van het collectief vrouwelijke, maar ook van mijzelf individueel, die steeds weer nieuwe lagen laat zien. En het is de pijn van mij als vrouw aanpassen aan een man en eigenlijk over mijn grenzen laten gaan en mijn onvermogen om te communiceren over mijn behoeftes. En daarin zit ook een misbruikgevoel, namelijk dat mijn lichaam, mijn vrouwelijke lichaam, misbruikt wordt door een man voor zijn eigen lusten. En dat hij daar helemaal geen rekening mee houdt met mij of met mijn gevoel, of eigenlijk niet meer in contact is in de hartsverbinding en ja, gewoon vol over mijn grens heen gaat. En ik voel dat ik daar zelf ook een stuk in te nemen heb, dat ik mezelf dus verlaat, dat ik me aanpas aan hem, aan zijn energie, aan zijn, ja, aan zijn lust. En dat ik niet meer communiceer over mijn eigen behoeftes. En ja, mezelf eigenlijk ook verlies in die geilheid en in die lust. Wat heel erg lekker is, maar eigenlijk is er zo'n diep verlangen naar meer intimiteit. En ik ken dat ook en ik weet hoe dat is. En ja, dat is wat ik wil met een man. En soms lukt dat wel en soms lukt dat niet. En vaak ook alles tegelijk. In elk geval kon ik nu met deze vriend deze pijn delen van het in contact zijn met onbewuste, mannelijke, rauwe seksualiteit die mij niet ziet. En ja, ik kon weer zo contact maken met die schaduwstukken in mezelf. Die haat naar mannen, het verwijt naar mannen en een heel diep wantrouwen naar mannen. Dat mannen eigenlijk op lust gerichte klootzakken zijn die misbruik maken van mijn lichaam. En het is heel fijn om steeds die verdieping te vinden in die laagjes pijn. Het is een pijn die ik al heel vaak gevoeld heb de afgelopen 10 jaar. Maar oké, die weer te doorleven in steeds diepere laagjes. En zolang die pijn in het collectieve vrouwelijke leeft, leeft die ook in mij en andersom. Dus het is iets wat we steeds opnieuw mogen voelen. Wat is die pijn tussen mannen en vrouwen? En hoe kunnen we daar heling in vinden? En hoe kunnen we elkaar daarin opnieuw ontmoeten? En de band tussen mannen en vrouwen en het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf gaan helen, gaan genezen. En elkaar daar ja, die helende beweging te maken door elkaar te zien en door elkaar lief te hebben in die pijn. Dus ik ben met deze goede vriend van mij deze oefening aangegaan. En ik heb met hem eerst een stuk gedeeld over wat is dan die pijn die ik ervaar. En vervolgens heb ik hem gevraagd om mij aan te raken en om liefdevolle kusjes te geven op mijn buik. En op eigenlijk de plek waar de baarmoeder zit, zeg maar, mijn onderbuik. En daar kusjes te geven. En wat ik heel bijzonder en helend vond is dat ik precies kon en durfde aan te geven wat mijn behoefte was. Dus mijn behoefte was om aangeraakt en geliefkoosd te worden zonder seksuele energie, zonder sensuele lading. Zodat ik een soort van dat vertrouwen in het mannelijke kon herstellen. Van wauw, hier is een man die er echt voor mij is, die bereid is om met mij door de pijn heen te gaan, aanwezig te zijn bij mijn pijn, mij te zien in mijn pijn en mij daarin lief te hebben zonder iets van mijn lichaam nodig te hebben. En dat was al super helend op zich. En vervolgens heb ik hem ook gevraagd of hij een soort van in die rol wilde stappen van het mannelijke bewustzijn. Van, en zeg maar zijn aandacht wilde verbreden naar dat hij niet alleen deze man was als deze persoon, als een vriend van mij. Maar dat of hij ook zijn bewustzijn wilde verruimen naar alle mannen. En zichzelf ook durfde te identificeren met misbruikende mannen of mannen die over mijn grenzen zijn gegaan of mannen die niet helder en bewust zijn in hun seksualiteit. En dat deed hij en ik heb hem gevraagd om zijn excuses aan te bieden vanuit het collectief mannelijke, zeg maar. En dat heeft hij ook gedaan en dus hij heeft heel liefdevol, zacht, kleine kusjes op mijn buik en baarmoeder gegeven en hij heeft sorry gezegd. En op een gegeven moment kwam er een soort van stroomopgang waarin hij echt die sorry kon voelen en woorden kon geven daaraan. En sorry dat ik over je grenzen ben gegaan. Sorry dat ik me heb verloren in mijn lust en mijn gauwheid en niet meer invoelde wat er in jou gebeurde. Ja, en die
het spijt me vanuit het mannelijke was zo helend voor mij. En ja, ik kon echt in contact komen met het misbruikte kind in mij, met het deel in mij dat over haar grenzen laat gaan. Ja, en voelen van oké, ik heb daar zelf een stuk verantwoordelijkheid in te nemen, zorg voor mezelf. Maar ja, dat mag ook dus in contact met het mannelijke. En ja, zo helend om dus een man te ontmoeten die wel bereid is om door dat vuur te gaan. Om die wel bereid is om een vrouw vol in haar pijn te ontmoeten. In plaats van die gemakkelijke weg van de gauwheid te gaan. Ja, Ja, en het voelt zo als niet eens van mij of zo. Ja, het is mijn verhaal, maar het is ook dus het collectieve verhaal van mannen en vrouwen. En mannelijk en vrouwelijk. En dat... Er is ook, het gaat ook niet om verwijt van wie heeft het fout gedaan of wat. Maar het gaat om elkaar weer opnieuw ontmoeten en daar heling in vinden. En ja, vanuit deze ervaring hebben wij gevoeld dat we samen een training willen gaan geven. Waarin we dus die heling van het collectief mannelijke en collectief vrouwelijke gaan creëren. En ja, helende intimiteit tussen mannen en vrouwen willen, ja, daar ruimte voor willen scheppen. Om onze diepste pijn en ons diepste verlangen in intimiteit en seksualiteit in een veilige space met elkaar te kunnen delen en elkaar te kunnen ontmoeten in kwetsbaarheid. En ja, dat is natuurlijk wat we in de Cirkel van Liefde elke maand doen. Maar dat is een soort van taster van wat er mogelijk is. En nu hebben we dus besloten om 8 september, het weekend van 8 september, een heel weekend lang te gaan verdiepen met een groep mannen en vrouwen. Om dit soort heling te creëren. En elkaar dus in die heilige space van intimiteit en seksualiteit opnieuw te ontmoeten. Om voor elkaar te buigen, om onze excuses aan te bieden. Ook van ons vrouwen naar mannen. Sorry te zeggen, sorry dat ik je niet heb gezien, sorry dat ik je heb misbruikt, sorry dat ik niet mijn grens heb aangegeven, sorry dat ik niet mijn vrouwelijke intuïtie en wijsheid om te vertragen met je heb gedeeld. Waar we allemaal wel niet sorry voor kunnen zeggen. En ja, de verwijten en de haat en de pijn te mogen helen en elkaar in kwetsbaarheid te mogen ontmoeten. Ja. Dus ik zal onder deze video even een link plaatsen waarin je in elk geval kan inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Waarin ik later meer details zal gaan delen over dit weekend. En voor nu hoop ik dat deze video je geïnspireerd heeft om op zoek te gaan naar die heling. En je partner of je geliefde of je mannelijke vrienden weer te ontmoeten in kwetsbaarheid. En die pijn te durven voelen. Ja. En als deze video jou inspireert en je wilt meer video's over intimiteit, over tantra, over helende seksualiteit, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Want ik ga hier nog veel meer over vertellen en over delen. En vanuit mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen ontdekkingstocht mijn ervaringen met je delen. Dank je wel voor het kijken.